brandoil tankstations, hilarious creatieve reclamemakers en de promotion support club van FC Zutphen, enthousiaste aanhangers van FC Zutphen Internet TV. Ja, Jurgen Kok, toch nog een 3-3 voor jullie. Ja, voor Zutphen een heftige teleurstelling in de 96e minuut, de tegengoal. Maar ja, voor jullie denk ik, jullie pakken echt een punt mee hier, hè? Ja, natuurlijk. Als je in de laatste minuut een goal maakt in zwaar in blessuretijd, dan ben je hartstikke blij met een punt. Ik denk wel, als je de hele wedstrijd bekijkt, dat het uiteindelijk wel in orde is. Als je kijkt naar het aantal kansen, wat wederzijds valt, dan vind ik wel nog een punt verdienen. Ja, want voor dat doelpunt ging het voor Zutphen ook een paar keer net goed, hè? Ja, maar dat was aan twee kanten zo. Ik moet zeggen dat ik Zutphen een hele aardige ploeg vind. Met veel technisch vermogen, met name op middenveld. En daar hadden we moeite mee vanuit ons spelsysteem. Dat was in de eerste helft zichtbaar. Vond ik ons wel qua voetbal de onderliggende partij. Zonder dat het echt tot hele grote kansen leidde bij Zutphen. Maar wat ik zei, uiteindelijk is het prima zo. Prima in orde, denk ik. Ja, waar Den Ham toch wel onbekend staat, laten we zeggen, een beetje het fysieke voetballen en het enthousiasme, dat kwam er de tweede helft bij jullie goed uit, dacht ik. Ja, in de eerste helft daarentegen niet. Daar was ik zeer, zeer ontevreden over. Wat ik al zei, ik vond dat we steeds een stap te laat waren. En dat deden we gewoon niet goed en dat deed Zutphen een stuk beter. Zij waren ook in de duels, waren ze de bovenliggende partij, vond ik. En dat is nou net een kwaliteit die wij tentoon moeten spreiden. Het winnen van duels en een bepaalde vorm van agressiviteit en fysieke druk op een tegenstander leggen. Nou, dat deden we in de tweede helft een stuk beter. Maar dat was natuurlijk wel vanuit opportunisme geboren, hè. We begonnen met 3 spitsen te spelen, op een gegeven moment zelfs met 4 spitsen. En dan hoop je op de gelijkmaker. Dan weet je ook gewoon dat er 4-2 kan vallen. En meestal is dat zo. Meestal scoort dan de tegenstander. Nou, dit keer viel die goed voor ons. Ja, en het was ook echt een wedstrijd, denk ik, van ploegen die toch de punten hard nodig hebben. Jullie hebben vorig seizoen bovenin meegedaan, bijna zelfs gepromoveerd. Ja, dit seizoen is het wat moeilijker. Wat is daarvan de oorzaak, Jurgen? Nou ja, je mag nooit beginnen over spelers die geblesseerd zijn en spelers die weggegaan zijn naar een hoger niveau. Maar dat is toch wel een aanlating voor deze ploeg. Er zijn twee stamspelers, twee belangrijke spelers, zijn niet aanwezig ten opzichte van vorig jaar. Maar goed, daar moet je snel een streep onder zetten. En vervolgens moet je datgene wat vorig jaar gebeurd is, moet je gaan vergeten. En dan moet je met de selectie die je nu hebt, moet je gaan knokken. En ik weet gewoon dat deze selectie voldoende kwaliteit heeft om hier uit te komen. Maar je moet er wel eerst uitkomen. En daar hebben we moeite mee. Vorig jaar zit je in flow van winnen en bovenin meedraaien. En nu kom je in een andere flow. En dan is deze wedstrijd, dat hebben we ook met elkaar van tevoren afgesproken, is gewoon van cruciaal belang. Deze mocht je gewoon niet verliezen. En dan zie je inderdaad een originele degradatiewedstrijd. Ja. Ja, dat geldt natuurlijk voor ons ook. Hè? Want wat me opvalt in deze klasse, we doen dit jaar voor het eerst mee, dat toch de krachtsverschillen niet zo groot zijn. Dus dan zijn de punten broodnodig. Ja, dat is ook zo. Ik denk dat er bovenin wel 2-3 ploegen toch wel bovenuit steken. Die hebben net iets meer kwaliteit, denk ik, dan de rest. Maar onderin zit het gewoon hartstikke dicht bij elkaar. Dus je moet echt op je tellen passen en goed weten waaraan je begint als je een wedstrijd start. En dat deden wij niet goed in de eerste kwartier, 20 minuten. Stonden we een paar keer, ik vond gewoon te slapen. En dat is dood en doodzonde. Want dan had je met een beetje mazzel, zeg ik heel voorzichtig, als je wat scherp had geweest, had je misschien wel 3 punten kunnen halen. En ik vond dat we onszelf toch een beetje de das omdeden bij de goals.